Ja, dan is het dus ver. Hebben we weer een rel rond VI en die Johan Derksen. Ja, en dan gaan jullie tegen mij zeggen, dat weet ik nu al. Want ja, jij hebt waarschijnlijk wat nodig van hun, of je hebt wat nodig van Talpa, of je hebt wat nodig van Derksen. Nee, nee, en nog eens, nee. Ik heb daar helemaal niks van nodig, beste vrienden. Nee, nee. Dit is gewoon wat ik ervan vind. He, want ja, we hebben na die rel, na die kaarsrel, hebben we deze rel. En toen bij die kaarsrel, toen heb ik al gezegd, dit gaat zich nog een keer afspelen. Ja, dat kon je niet. Dat kan niet anders, vrienden. Want we hebben daar te maken met gewoon, ja, wat opmerkingen. Weet je wel, kritisch en... cafégelul, ja, dat is het gewoon. Ja, en die schieten ook nog eens een keertje. Ja, allemaal niet gescript, niks is van tevoren helemaal doorgenomen. Dus het is gewoon maar schieten, hup, zo. Uit de losse hup, ja. En dan schiet je wel eens mis. Ja, toch? Dat kan niet anders, nee. En dat is gebeurd met het kaarsverhaal. En dat is nu weer gebeurd met dat verhaal. Van die, ja, ik ga die naam van die man niet zeggen, want gewoon, ik wil daar totaal geen aandacht aan besteden. Maar goed, van die zogenaamde politicus. Nou, en hij, ja, je ziet het gewoon als je die scène goed bekijkt. Want het gaat ook om de intentie, hè, vrienden. Maar kijk, daar gaat het om. Je kan het woord wel gebruiken, liquideren, maar het gaat natuurlijk ook om... de intentie, ja, ja. En wat zien we in die scène? We zien het Johan zeggen en Johan, die zie je bij zichzelf denken... ho, wat kwam er net uit mijn mond? Welk woord liet ik nou weer vallen? Weet je wel? En dat gebeurt ons ook wel eens, alleen niet live op tv. Dus daar zit het hem in, ja. Dat gebeurt jou in een café, gebeurt jou, weet ik van, in je huiskamer, op kantoor. En dan zeg je dat soort dingen. En niemand besteedt daar een beetje aandacht aan en klaar. Maar, ja, Johan, die doet maar wat en die roept maar wat. En leuk. En, of niet leuk, dat is ook wel vaak het geval. Maar het maakt niet uit. En nou, ja, je zag hem denken, ho, en... Hij nam het dan ook gelijk terug en zei van, nee, hij moet eigenlijk gewoon helemaal die Tweede Kamer uit, die politicus. Nou, goed. Ja, en toen ontstond er dus een relletje al gelijk. En iedereen die een hekel heeft aan onze nationale azijnman, iedereen die maar iets heeft tegen VI en Derksen, die kropen allemaal weer uit hun holen gelijk. En die zijn weer online op allerlei dingen druk aan het tikken. Om hem maar zoveel mogelijk af te branden als ze maar kunnen. Nou goed, dat is er nou weer aan de hand. En ik denk alleen maar bij mezelf. En wat ik net al zei, het gaat om de intentie. En Johan is niet zo. Ja, dan moet ik het... helaas toch weer voor hem opnemen. Ja, het is niet anders. Johan Derksen is niet zo. Johan Derksen, die meent daar geen ene moer van dat woord. Hij heeft zich gewoon versproken, verkeerd woord gebruikt. Dat is het. En niet meer dan dat. Klaar. En dan gaat... ja, vrienden, dan gaat hij dan, van de wereldstaart, gaat het OM... Nou, vinden we die weer het OM. Ja, hebben die niks te doen, die gasten. De Openbaar Ministerie. Die laten steeds weten dat ze achterlopen. He, die zeggen steeds van, ja, we hebben geen tijd om dit te doen. En we hebben geen tijd om daar achteraan te gaan. Kleine criminaliteit, noem het allemaal maar op. We hebben allemaal geen tijd voor, want we hebben het zo druk. Nee, hey, maar je hebt wel tijd om achter een kaarsverhaal of achter... dit aan te gaan. Hou nou in godsnaam op. En vrienden, wees nou in godsnaam blij. Wees gewoon blij met VI. Want er gebeurt al helemaal niks op die Nederlandse televisie.